Welkom. Vandaag neem ik jullie mee naar de bakkerij en superpersoon van Serpa. Daar werken Bas en Dennis. Daar heb ik een afspraak mee. Gaan jullie mee? Goedendag, Elfing. Goedemorgen, Michel. Ik heb een afspraak voor Dinkskeuring. Weet je waar die is? Ja, zeker. Zeker weten. Dennis staat in de winkel. Dennis is bezig met schapetiketten aan te veranderen. Dennis? Michel, speciaal voor jou. Ja. Dennis, kan je meer over jezelf vertellen? Goedemorgen, ik ben Dennis Sterling. Ik ben 36 jaar. Ik werk 5 dagen op Super Speciaal. Ik waren. En wat doe ik daar? Nou, ik doe lidkaartjes vervangen. Ik doe bestelling plaatsen. Kassen draaien. En nou ga ik jullie laten zien hoe ik kaartje moet vervangen. Alles wat kaartje die omhoog staat, tot de 5 zaken prijzen niet. Dan haal je oude eruit en doe je het nieuwe doe je het erin. Kijk maar, oude eruit halen, nieuwe erin. Ja, wat doe je maar meer dingen hier in zo'n behalve stikken? Spiegelen. Spiegelen? Je hebt ook zo thuis een spiegel. Die kan ik ook in kijken. Dat is, kijk, dus ik zou je dat laten zien, Michel. Dit is, kijk, dit is spiegelen. Doe je een beetje naar voren halen. Kijk maar mee. Producten zichtbaar is om beter te zien. Ik ben Uwe van der Beek. Ik werk hier inmiddels 21 jaar. En ik ben zakelijk bedrijfsleider van de winkel en ook begeleider. Vind je het leuk hier om in Superpersoon te werken? Ja, ik vind het heel erg leuk, Michel. Het is heel gevarieerd. We hebben natuurlijk de winkel die aangevuld moet worden. De leveranciers die binnenkomen. En we leveren ook aan heel veel groepen op het terrein, maar ook buiten het terrein. Ik heb gezien wat een spiegel is, ik heb gezien wat een sticker is. Ja? Maar doe je maar mee in mogen zijn op school? Ik doe helemaal niet. Ja. En dat laat je inderdaad zien, kijkers. Kom je eens meekijken. Waar ben je nu mee bezig? Nou, dit is de bestelling. En hier heb je de lijstje. Michel, mag ik jou 5 liter melk brengen? Deze? Ja, dat is goed. 5? Zijn je leuke collega's hier? Jazeker. Ik heb hele goede collega's. Heel veel. Is de waarin goed helpen je een beetje? Ja, Uffin die helpt heel goed. Uffin, wat voor supermarkt is dit? Is dit speciaal om een supermarkt of niet? Dit is een speciale supermarkt. Er werken hier mensen met een beperking. En verschillende soorten mensen met een beperking. En deze winkel bestaat al ongeveer 50 jaar, minimaal. Je ziet het, de paden zijn hier heel erg breed. Dus de mensen kunnen met bedden binnenkomen. Met een rolstoel kunnen de mensen binnenkomen. Dus iedereen is hier welkom. En als de mensen klaar zijn met de boodschappen, wat gaat er dan mee gebeuren? Daar hebben we een kassa. Dit is een kassa. Is dat moeilijk werk om te doen? Ik vind het zelf niet moeilijk. Ik vind eigenlijk dit een soort tablet. Uffing, heb jij iets anders wat je oude kijkers kwijt willen? Ja, zeker. Mensen die geïnteresseerd zijn om in de winkel of in de bakkerij te werken, die kunnen zich natuurlijk altijd bij ons melden. Want we hebben altijd wel een paar extra handjes nodig. Dennis, wat gelijk ik nou? Hebben jullie ook een bakkerij hier? Ja, die zitten achter. Daar werk was. Oh, wat fijn, oh, wat fijn, om met Bielewalle wakker te zijn. Oh, wat fijn, oh, wat fijn, om met Bielewalle wakker te zijn. Wat doe je voor werk hier? Bakkerij. En deze brood in doen. In brood. En voor het in de oven gaan. Daar aan de deegjes op de blad. Brood, wat fijn, oh wat fijn, om een bieden. Welke collega vind je de allerleukste? Ik heb 2. Wie zijn dat? Gerard
En Dennis. Ja. En Gerard af en toe bij te gek. Een leuk gek. Hallo Gerard. Doe je even voorstellen aan de kijkers? Nou, ik ben Gerard, de begeleider van Bas. Heb je vroeger een bakkerij gehad? Of? Ik heb vroeger, voordat ik hier kwam werken, heb ik in een gewone bakkerij gewerkt. In de gewone? Ja. Zonder mensen, zonder beperking, zonder cliënten, zeg maar. Het is zo koud in de kou, het is zo koud. Het is zo koud in de kou, het is zo koud. Dat ik frisse doen en dat wat koekjes op rijm, witte bolletjes inpakken. Jeetje, hoe heet het wel? Koud hier, hoe zijn vader in het wel niet? In kijken, 16, 18. Vissen bolletjes, bruine bolletjes, appeltaartjes. Oh, ja, maar ze vinden heel koud, zeg maar wel leuk om te zien. Klopt, Michel. Wat doen jullie allemaal mee in een bakkerij? Behalve de koekjes. Wij maken koekjes, we maken taarten, we maken brood. Alles wat je in een normale bakkerij kan kopen. Kun je ook bij bakkerij Sherpa kopen. Zou ik het hele proces even een klein beetje uitleggen hoe het brood werkt? Ja, ik... Ja? Nou, kom mee. Ik ben heel benieuwd. Als we de grondstof hebben afgewogen, dus de bloem, dan gaan we het in deze machine heel rustig draaien, gaat die mengen. En na 460 seconden gaat die heel hard kneden. Als deze dan klaar is, dan gaan we hem afwegen hier op de werkbank. En die gaan dan hier in die mandjes. En die mandjes die kunnen draaien. Kijk, nu gaan ze draaien. Dus gaan op en neer. Totdat hij aan het einde is. En als hij aan het einde is, dan valt hij hier op het mandje. En dan gaat hij dus het blikje in. Oh wat fijn, oh wat fijn. Om een pielenballenbakker te zijn. Oh wat fijn, oh wat fijn. Bart, waar gaat die bomen heen natuurlijk? Hierin. 1, 2, hoppa. Dit is een rijskast. Nou, omdat wij het deeg overdag maken, maar we willen morgenochtend pas bakken. Kijk, dan zie je dat hier staan. Dat is nu heel erg koud. Want anders krijg je niet hele kleine broodjes en dat willen we ook niet. Nee. Oh wat fijn om een billenballenbakker te zijn. Oh, oh, over. Hierin? Ja. Hetzelfde. En hou je zo de bomen uit. Ja. En koekjes ook. Is dat moeilijk werk? Nee, heel makkie. Wat vind je de leukste oude werkjes van de bakkerij? Wel koekjes. En hoe gaan jullie dat loskappen of in een zakje? Een los zakje. Zo. Zo in. Oh, heel interessant. Maar wat doe je eigenlijk met de koekjes als ze klaar zijn? Ga je mee verkopen of in de winkel? Of? Ja, super Sherpa. Sherpa de winkel en Heerensum kopen. Dus door heel Sherpa heen? De winkel die is van Sherpa kijkt? Ja, klopt. Oh, leuk. En lekker. Wil je nog eens? Kijk, dus die nu zitten te kijken. Die nu zitten te kijken. Nou, als jullie zouden willen werken bij de bakkerij van Sherpa, kunnen jullie altijd bij ons komen. Wij hebben genoeg plek voor iedereen. Bedankt voor het kijken. Ik ben Amir hier en je weet, kom samen!